Ik weet dat als je de lesfiches van nul moet maken, dat dat heel veel werk is. Maar collega's die eigenlijk vorig jaar heel hard gesleuteld hebben aan een jaarplan. of collega's die werken met een werkboek van een uitgeverij. die hebben eigenlijk al een stapje voor. En die kunnen vanuit hun werkboek. of vanuit een jaarplan ook lesfiches gaan aanmaken. Hoe doe je dat? Je gaat naar het module Mijn Lesfiche. en dan ga je zoals altijd op het groen plusje klikken. En in de plaats van een lege nieuwe lesfiche te starten, ga je eigenlijk kiezen als je een werkboek hebt van de uitgeverij voor inhoud van een partner. Nu, linksbovenaan kan je een uitgeverij kiezen. Ik kies voor de uitgeverij Pelkmans. En dan ga je hier kunnen zoeken op titel. Ik kan nu Animo 1 e nemen, dat is een werkboekje van godsdienst. En als je daarop klikt, zie je dat eigenlijk Pelkmans van dat werkboek enorm veel lesfiches heeft aangemaakt. Ik kan die allemaal gaan selecteren als ik dat wil. Ik ga nu eens gewoon één lesfiche selecteren. En dan kan ik gewoon onderaan klikken op inhoud toevoegen. Je kan dan kiezen of je een ander icoontje wilt. Je kan het ook koppelen aan het vak. Ik ga dat aan katholieke godsdienst koppelen. En dan kan je het nog labelen als je dat wilt. En dan kan je ook de inhoud toevoegen. Afhankelijk van hoeveel lesfiches je invoegt, hoe langer het duurt. En dan ga je zien dat je hier krijgt de melding inhoud van de les toegevoegd. Nu, als ik naar die lesfiche ga kijken, dan ga je zien dat die onderaan is verschenen. Ik ga daarop klikken en dan zie je in dit geval dat hier doelen al gekoppeld zijn, de titel is ingevuld en ik heb hier zelfs een heel organisatie en verloop van de les. Nu, heel belangrijk om te weten is dat je met een ander werkboek misschien geen doelen ziet staan. Het is de uitgeverij zelf die kiest of er doelen aan gekoppeld zijn. Dus het kan heel goed zijn dat jij wel lesfiches kan toevoegen. Maar dat je de doelen zelf nog moet koppelen. Dus dat ga je heel goed eigenlijk moeten controleren. Hetzelfde principe voor als je lesfiches wilt koppelen vanuit je jaarplan. Dan ga je opnieuw op het groene plusje klikken. Je kiest voor lessen uit het jaarplan. Je ziet dat voor dit schooljaar nog geen jaarplan is gekoppeld omdat we ook volgend jaar geen module jaarplannen meer hebben, dus er zijn ook geen jaarplannen meer. Je gaat eigenlijk gewoon naar vorig schooljaar navigeren en dan ga je je jaarplan zien staan. Je kiest een jaarplan, je klikt op inhoud overnemen. Je kan dat nog koppelen aan een vak en dan ga je hier op inhoud toevoegen klikken. Ik ga dat niet doen. Ik heb dat al gedaan, maar zoals je hier ziet, heb ik eigenlijk mijn jaarplan van economie Volledig overgezet. En je ziet dat daar bijvoorbeeld ook nog de krokusvakantie tussen staat. Dat is zoiets dat ik wel gemakkelijk kan verwijderen. Dat stond in mijn jaarplan zo, maar ik kan die lesfiche volledig laten verdwijnen. Hier zie je bijvoorbeeld dat er een toets staat. Nu, een toets is geen lesfiche, maar een opdracht. Dus ik ga gewoon eventjes deze lesfiche selecteren. En dan kan ik bovenaan op de knop acties klikken. En dan kan ik deze lesfiche eigenlijk converteren naar een opdracht. Dus als je een lesfiche gaat inladen, kijk dan even na of er geen lesfiches staan die niet nodig zijn. En als er eventueel toetsen staan, kan je die zelfs nog converteren naar een opdracht.